Ja, lieve vrienden, die liggen daar zo geweldig. Heerlijk. Nou ja, jullie weten het, ik mag van de buurman niks, maar hij mag alles. Nou, hij was er net alweer aan het boren, dus ja. Nou, dit nou, ja, leuk hè. Ik had een beetje een rare dag, ik voel me helemaal niet zo lekker. Een beetje raar in mijn hoofd. Ja, maar dat hebben we allemaal. Dag Anna. Dag. Corina. Dag Corina. Ik heb net zo genoten van de hond. Ik zo lief en zo. Ja, nou kun je daarvan genieten. En dan ga ik eens kijken wat ik gekregen heb. Zo voor Valentijn. Oh. Zo, lieve vrienden, ja, welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag de 13e van de 2e, 2024 en we leven op dinsdag. En op de tijd van 19 minuten over 1. Ik ga lekker even met de hondjes naar buiten. En wat we daarna gaan doen, weet ik niet, want het ligt er ook aan wat het weer gaat doen. Want de net scheen de zon, maar het trekt helemaal dicht. Ja. Niet leuk meer. Erwin die komt niet, nee. En ook Karin niet. Vrijdag komt Karin, maar Erwin die was wat vergeten. Hij schrijft wel op van de datum, maar niet de dag. Dus het staat dinsdag en de 16e. Ja, maar de 16e valt niet op een dinsdag. Nee, niet deze maand. Dus, maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik ga lekker even met meisjes lopen. En we gaan gewoon proberen te genieten van deze dag. Ja, en we doen het met een lach. Zo simpel is dat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie dingen. Maar geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, die liggen daar zo geweldig. Heerlijk. Nou ja, jullie weten het. Ik mag van de buurman niks, maar hij mag alles. Nou, hij was er net alweer aan het boren. Dus ja, ik weet het even niet, maar het zal. Ik ga hoe heette die dingen? Van mijn klok weer even omhoog trekken. Daarna ga ik even de stad in. En Mario en Anna die komen, dus het wordt weer even een gezellige boel. Ja, daar kijk ik wel weer even naar uit. Eventjes ter ontspanning. En dan zien we het wel weer hoe het verder rijlt en zeilt. Maar dat pakketje wat op de tafel staat. Dit pakketje. Dat ga ik retour afzenden doen. Want tenminste een retourdoos is dat tevens. Dat is de oude modem. Mijn stok ligt op de grond, die raap ik even op. Zo. Ik ga de boel klaarmaken. Ik ga even naar het toilet. En dan zullen we het verder beleven. Maar in ieder geval, dan weten jullie het even. Mario en Anna die komen ook. Maar die moeten ook nog eventjes weg naar de FOMA. Ja, dat moet ik ook even een patatje halen. Want we gaan vanavond natuurlijk uiteraard even een patatje eten. Met z'n drieën. En die poot van Elwin die gaat maar. Dus ja, die slaapt met de ogen open. Maar ze droomt. Leuk gezicht. Toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie ding. En geniet een beetje mee. Nou, dit nou. Ja, leuk hè. Ik had een beetje een rare dag. Ik voel me helemaal niet zo lekker. Een beetje raar in mijn hoofd. Ja, maar dat hebben we allemaal. Dag Anna. Dag Corina. Dag Corina. Ik heb net zo genoten van de hond. Ik zo lief en zo. Ja, nou kun je daarvan genieten. En dan ga ik eens kijken wat ik gekregen heb. Zo voor Valentijn. Oh. Ze hebben ook allemaal beide een kulvrouw gehad. Nou, dankjewel. Wat is het? Nou, moet je voorzichtig. Ik dacht snoepjes. Mario die is slim, die houdt de onderkant dicht. En kijk dan van de bovenkant. Oh, de onderkant is er. Ja, kijk net zo hier. Kijk. Het is toch bezig? Jammer. Oh.
schattig. Nou, wat lief. Hoor. Kijk eens hoe leuk. Ja. Ah, wat lief. Ik hou daarvan. Hartstikke bedankt, lieverd. Graag gedaan, schat. Moet ik een zoen geven? Of ja, natuurlijk mag jij een zoen geven. Ja. Nou, dan ben je dus niet. Dan ben je de tofferd hoor, want ik ga niet zo gauw. Wij zoenen wel vaker, hoor, Anna. Ja, weet ik. Kijk eens mooi. Leuk. Nou, leuk hoor. Ja, een hartje erbij. Oh, die ja, echt een Valentijns cadeau. Oh, wat leuk. Echt lief. Ja, ja. Een hartje erbij, leuk potje. Ja, nou, dankjewel, schat. Oh, wat lief. Ja. Nou, wat leuk, hè. Dat had ik nou niet verwacht. Nee, ik ook niet. Kijk eens wat mooi. Nou zeg, morgen is Valentijn. Jij ja? had het juist moeten verwachten van mij. Jij weet al hoe ik ben. Ja, maar ja, het is vandaag nog geen Valentijnsdag. Nee, maar ik weet toch niet of ik je morgen zie, ja, op de neem. Nee. En dat met Anna ook zo. Ja. Dus ja. Ja. Ik ben lief, hè? Och. Maar ja, ik ga een bakje koffie maken, lieve vrienden. Want ja. Ik ben net thuis en er is nog meer boodschappen. En ik heb nog eindelijk ook koekjes voor de meisjes. Oh. Ja, dus die krijgen straks ook wat lekkers. Hè, Elwin? Ja. Ja, die lieve schatten hier. Hé, Rijka. Maar ik moet eerst nog steeds die gewichten ophalen. Dat gaan we als eerste doen. Ja. Voordat hij straks... Hè? Ja. Dat moet wel even gebeuren. Kijk nou wat leuk, hè? Ja. Nou, die ga ik in mijn huis zetten, hoor. Ja, dat is ook wel de bedoeling. En dat bakje ook in je huis. Ik in mijn huisje. Ja. Op mijn kamer. Leuk. Ja, leuk. Maar jij bent er nog niet, maar dat doe ik lekker buiten dit om. Oké, ja. Dat is privé. Ja, lieve vrienden. We hadden een gezellige avond. Enkel is Anna eerder naar huis gegaan dan dat Mario ging. Ze wist het te vinden, maar Mario die is toch meegegaan tot aan de gracht. Zodat ze het pand zag, kon blijven zien als ze er naartoe moest lopen. Dus ja, dat kon het niet meer missen. En dus, nou, toen is Mario weer teruggekomen. Want ja, die had nog helemaal geen zin om weg te gaan. We zaten ook goede tijden, slechte tijden te kijken. Dus die heb ik pauze gezet. En ja, zo is het gebeurd. Ze wou naar huis. Nou ja, dan moet je ze ook niet tegenhouden als ze eenmaal dat willen. Maar in ieder geval, we gaan lekker slapen. Dus ik wens jullie allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En ja, geniet van je nachtrust gewoon. En morgen natuurlijk gezond weer op met z'n allen. En jullie weten het ook, God die houdt over ons allen de wacht. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.